Hey beauties, hoe transformeer je angst naar liefde? Dus van contractie en spanning naar openheid en ontspanning, stromingen, flow, joy. Nou, in ieder geval niet, waarschijnlijk niet, hoe je het normaal gesproken doet. Vaak het tegenovergestelde. Dus wat gebeurt er vaak als je in angst bent? Nou, je hebt een reactie waarin je gaat vluchten. Oh, ik voel angst, dus ik ga maar keihard rennen. Een reactie waarin je gaat vechten. Ook, oh, ik voel angst en gaat projecteren op de ander of op jezelf. Of gaat bevriezen, waardoor je maar in die angstgedachten en gevoelens blijft zitten. De eerste stap is eigenlijk to breathe. Even een break van de film die je normaal gesproken afspeelt. Reactief, onbewust vaak. Vanuit de pijn. Oké? Breathe. Om het gevoel even toe te laten. Want waar het over gaat is dat je gaat herkennen en erkennen. Ik zelf ben de generator, ben de creëerder van deze vibratie van angst. Waardoor ik deze patronen in stand houden, waardoor ik de realiteit creëer die ik creëer. Ja, en het kan zijn het eindresultaat van, nou, ik voel zoveel spanning en dat, ja, dat je hebt bedacht, nou ja, wat helpt om me weer iets beter te voelen, of om dat niet zo te voelen, is gaan eten of drank of drugs gebruiken, noem maar op. Ja, en voor je het weet, hang je over de play, heb je veel te veel gegeten of, ja, heb ik vroeger gedaan. Heb je cocaïne besteld of zit je aan de drugs of ga je weer blowen of wat dan ook. Oké. Maar om het te zien, de angst in de ogen te gaan kijken en te zien voor wat het is. In plaats van wat je het altijd projecteert. En wat is het? Het is een energie. Nou, vaak gelabeld als niet fijn, maar hier begint het al. Dit kun je ook al gaan veranderen. Want als je in een angst komt, dat je denkt, wauw, amazing. Ook al heb je lichaam nog dit. Alleen dat stukje al van, het is niet slecht. Dit is een gevolg van wat ik heb gecreëerd. En dat zou al een enorme shift kunnen gaan geven op den duur. Maar het kan natuurlijk ook heel heftig zijn. En wat belangrijk is dat je jezelf de ruimte gaat geven om het te voelen. Dat doen we door te ademen. Door dieper te gaan ademen. Bewust te zeggen, angst. Ik ben hier. Kom maar op. Het is een sensatie. Niks meer, niks minder. Het is niet dat die tijger ineens echt voor je staat en je opeet. En als dat wel zo is, dat die angst heel realistisch is. Omdat je alweer in die situatie bent gekomen. Bijvoorbeeld waar huishoudelijk geweld is. Ja, dan is er een reden dat je die angst voelt en een reden dat je daar iets mee gaat doen, Een geldige reden. Maar waarschijnlijk is dit niet de eerste keer. En ik heb het vooral nu over dat patroon. Je wilt daar al een stap voor zijn, want die angst die zit al in je lijf, die zit al in je geest. Waardoor je ook jezelf in die realiteit houdt, waardoor die gebeurtenissen blijven plaatsvinden. Dus om dat weer te voorkomen, om dat te gaan veranderen, hebben we die angst, wanneer die ook maar even opkomt, zonder dat je nog voor die tijger staat, te gaan uitnodigen. En dat kan met hulp. Als je dit heel moeilijk vindt, of het voelt onveilig, of je denkt, maar dat kan ik niet, dat durf ik niet, dat kan zo met hulp, met bedding. Zeker met de diepe, diepe kernwonden, kan ik je dat aanraden. Van iemand die je vertrouwt, die even helemaal voor je kan zijn, die niet ook in een reactie schiet waar je dan weer bang voor bent. Nee, dat je voelt, ik ben veilig. Maar goed, het zou soms ook zelf kunnen. En dus om te gaan verbinden met je adem. Want als ik bewust verbind met mijn adem, ben ik ook verbonden met mijn bewustzijn. Ik ben bewust dat ik adem. Dus ik ben bewust.
bewuster in ieder geval, als dat ik in die reactie schiet. Waarbij mijn adem misschien stopt of heel hoog zit en ik niet helemaal aanwezig ben. Dus wat ik wil, is ik wil die angst in de ogen kijken. Ik wil die emotie, die energie in beweging door mijn lijf gaan laten komen, gaan voelen. Ja, dus herkennen en erkennen, oké, er is een angst, dat ben ik niet. Dat is er wel en ik mag het nu gaan voelen. Ik heb ook vaak gezegd, gevoel aan is verslaving uiteindelijk uit. Want op het moment dat we die diepe gevoelens voelen, en soms weet je dat niet eens. Doe je al jaren bepaalde verslavende patronen. En ben je alleen maar daarmee bezig, ik wil dit niet meer en ik moet dit stoppen. En ik ben klaar met het drugsgebruik of drank of seks of dat. Maar je bent eigenlijk helemaal vergeten of misschien niet eens bewust van waar die oorzaak ligt. Nou, in ieder geval is het iets wat je niet wil voelen of niet bij kan of waar je voor beschermd hebt. Oké? Dus in die spanning wil het gaan uitnodigen. En je wilt het gaan voelen. Zodat die angst ook kan overgaan. Misschien wel in verdriet of in woede of in andere gradaties van dat emotionele spectrum. Zodat die uiteindelijk echt gezien kan gaan worden voor wat het werkelijk is. En dat is dus 99% van die gevallen niet dat die tijger nu voor je staat. Nee, misschien ooit een keer. En misschien wel gisteren, omdat die situatie zich herhaalt. Maar niet nu. En je wilt je gaan bevrijden van die energie die je steeds maar weer wegstopt. Niet wil voelen. En op het moment dat je die gaat uitnodigen. En dat kan lichamelijke reacties geven. Dat hoeft niet eens. Soms is het zien alleen al voldoende. Maar dan kan die energie jouw lichaam en daarmee ook je geest verlaten. En dat gaat via het hart. Oké, dus de depressie, expressie is het tegenovergestelde. Waar die energie gewoon kan blijven stromen. Gaat via ons hart, wordt gezuiverd in liefde. In liefde zien we, wacht even, ja, ik heb angst, maar dat ben ik niet. Ik was daar bang voor, maar dat ben ik niet. En de combinatie, soms alleen al door het herkennen en erkennen en voelen van die energie en daarmee bevrijden. Maar vaak de combinatie ook van zien waar het vandaan komt en daarmee een ander perspectief te hebben. Zo van, ik heb me toen beschermd, maar dat hoeft nu niet meer. Ik wist toen niet beter, of ja, ik ben toen gaan geloven dat ik er niet waard ben. En daarom laat ik me steeds misbruiken. Maar dat is niet wie ik in de core ben. Okay. Dan kan het shiften. Dus yes, dat is in de mind. Heling is het vinden, voelen, zien van een nieuw perspectief. Dit klopt niet. Dit klopt. Het is meer in lijn met de waarheid. En daarmee ook dat die energie mag transformeren. En dat voelt zo bevrijdend. En dat kan je realiteit compleet veranderen. Alles wat daarna volgde, van het wegdrukken, het wegrennen, het vechten, het verdoven, hoeft dan niet meer. Oké? En misschien, soms kan het in één keer zo zijn. Soms is het misschien een paar keer dat je nodig hebt. Of zijn er nog wat andere wortels gegroeid vanuit die core-wond. Oké? Van die energie die opgeslagen ligt met een valse overtuiging. Maar dan misschien na een paar keer ben je vrij. En is er dus meer bewustzijn? Ben je meer in jouw licht? Ja, want dit wordt heel donker. En je bent ook heel erg je best aan het doen vaak om dat niet te willen voelen. Maar ja, daar ben je dus de hele tijd mee bezig. Dus wat gebeurt er steeds? Dat je bent het continu aan het creëren. Free yourself. En nogmaals, het is zo krachtig, zo moedig om je daarbij te laten ondersteunen. En ik heb het zelf ook zo vaak mogen ontvangen. Dus gun jezelf dat. Oké? En ik wil je ook heel graag een keer meenemen op een retreat. Gewoon van 1 of 2 dagen of langer. Zodat je echt even uit je omgeving bent, de support hebt die je verdient.
je gedragen voelt. En dat je die angsten, die onzekerheden, die blokkades kunt transformeren naar liefde.